Yes, complete. Complete. Okay. Laten we naar voren gaan. Ja, het is voorop. AC de 03211 over. Ja, zij hebben ontvangen voor nu een uitrichtbericht omtrent een persoon slash voertuig te water. De 03211 is inmiddels uitgerukt. Heeft u voor ons nadere informatie over? Ja, dat is begrepen over. Nou, je komt er niet zo makkelijk langs. Even kijken. Yes. AC 92 uitgerukt. Wat ongeval. Oké, okay, duikers gereed maken. Voor jullie informatie betreft een persoon slash voertuig te water. Dat is in het nauwe gedeelte tussen het te waterlaatgebied en de open zee. Ja, AC zal ik even navragen naar de exacte diepte van het water. Kan ik er best heen links? Ja. Even kijken. Ik zal even de route voor je neerzetten. Zullen we plezier haven? Ja. Pak hem hier even links, dat is toch niet druk. Even kijken, zo op de plaats zal de bevelvoerder van de tankautospuit jou even assisteren met het achteruitrijden. Yes. Ik ga even met OVD het inzetplan bespreken. Even top. Kijken of hij nog nadere informatie heeft. AC de 0311 ter plaatse bij het waterlaat locatie over. Oké, okay, ga ik uitstappen? Yes. Ga ik even vragen of hij jou assisteert, ja? Jo. Oké, okay, als jij onze boot even kan assisteren met het water laten? Ja, kom. AC voor de 91-92. Ja, AC zou die schip willen stilleggen. Kom maar achteruit. Ik zie hier eenmaal een toon drijven op het water. Ligt heel erg ongelukkig, dus daarom schreef ze een keer plat alsjeblieft. Ja, dankjewel. Goed zo. Recht achteruit. Nu het water in. Zo laten. Ja, klein stukje achter nog. Ja. Oké, okay, dan gaan wij een schreef maken voor de inzet. Had ik jou graag hier ter plaatse houden voor assistentie eventueel, mochten wij terugkomen zo meteen. En natuurlijk even het bewaken van onze apparatuur. Ja. Gaan wij eens even gereed maken, ja? Ja, stop.
0311, kom eens uit, 9192. 9192, geef bericht over. Ja, ik sta inmiddels langs de kant. Ik zie hier één persoon drijven op het water. Ligt hier erg ongelukkig. Scheepsverkeer ligt inmiddels plat. Hij dobbert de hele tijd onder. En volgens mij komt hij uit een auto over. Ja, u heeft zicht op de persoon. Scheepsverkeer ligt plat. Wij zijn bijna te water en gaan die kant op over. Ja, vangen. Oké, okay, equipment check. Yes. Yes. Ik gooi hem even hier aan de kant, ja? Kun je verder opstappen? Yo. Oh, lifeline is er ook. Ambu rechts, over de jook rechts hier. Ja, gezien. Even kijken, ik heb hier links heb ik visueel contact. Iets dat lijkt op een slachtoffer. Ja, rechts. Ja. Oké. Okay. Oké, okay, ga ik hem hier stilleggen? Oké, okay, hier te water. Hier! Hier! Ik ga te water, ja. Hallo! AC, iets duiken te water over. Ja meneer. Breng me naar het land. Persoon aangetroffen. Ik kan niet zwemmen. DPL, willen we hem naar de OVD brengen? Ja, kunnen we doen. Over het strand op. Ik denk OVD is makkelijker inderdaad. Ja, daar staat de AMU ook hè. Ja, daarom. Meneer, ik wil niet. Hier even de boot op. Ik kan niet zwemmen. Nee, niet. Meneer, hier komen. Kom. AC, eenmaal slachtoffer aangetroffen. Duiker proberen momenteel in de boot te krijgen. Die gaan wij daarna naar de OVD overbrengen, over. Ik kan niet zwemmen. Ik til je nu de boot op. Ja, heel goed. Zou ik bij het voertuig gaan kijken? Ja, hou de afstand met de boot in de gaten, ja? Yes. Ja, eenmaal slachtoffer aangetroffen. Heeft water ingeslikt sowieso. Dus met spoed laten kijken naar de ambulance. Ik ga terug naar mijn duiker. Ja, oké, okay, dan haal hem hier van boord af. En dan neemt de ambulance me over. Jullie gaan nog ja, mijn duiker even is kijken hoe slagen bij... maken. Ja, die is even een paar slagen te maken te kijken bij het voertuig. Of er nog eventueel inzittende zijn, ja? Ja, oké. Okay. Neem ik aan 17, we gaan met slachtoffer richting Erasmus over. Voertuig aangetroffen. Voertuig aangetroffen, dat is begrepen. Deel 311, kom eens uit, OVD over. OVD, geef bericht. Ja, voor jullie informatie, slachtoffer is juist afgevoerd. Had veel water ingeslikt en was vervolgens niet meer aanspreekbaar, dus die is richting het Erasmus over. Ja, dat is begrepen, slachtoffer richting Erasmus, water ingeslikt. Is toevallig nagevraagd of de persoon er in zittende was over? Volgens slachtoffer zou er één persoon in zitten. Ja, dus zou één persoon in het voertuig zitten, die is er inmiddels uit. Ik heb mijn duiker in ieder geval nog even een laatste sweep laten doen, die is nog even controleren voor de zekerheid en dan gaan wij terug richting de boottrailer over. Ja, duidelijk. Kijk je inderdaad even goed. Het was niet 100% zeker of er nou daadwerkelijk één persoon in zat. Dus als zoekslagen compleet zijn, dan kunnen jullie terug richting Plezier Rabo. Duiken boven betreft niemand meer in het voertuig. Ja, dat is begrepen. Ik heb de locatie gemarkeerd en ik zal
het voertuig laten weghalen. Yep. Je kunt terug richting boot. Ja, dat gaat goed? Yes. R92 hier de 011 over. 011, gebrek. Ja, duiken definitief boven, niks meer in het voertuig aangetroffen, wij gaan retour over. Ja, jullie gaan retour, ik ga de havenmeester even bellen dat, dat ze de auto weghalen. Zo, had jij meegekregen? Ja. Top man. Helemaal goed. Blijft Vlaanderen wel weg? Ja, die Nou, daar gaat hij. Ik zie hem al. Ja. Help jij me even met mijn spullen weer uit te doen? Of af te doen, beter gezegd. Op eerst wel 4 fles los. Yes. Pak ik die even aan. Daar vanaf. Ja. Doen. Check. Flesje had ze. Toppie. Mooi inzet. Ja. Top. Naar retour kazerne. Wij gaan naar retour post. Hey, dankjewel. Ja, wat mij betreft kan je ook mee die kant op, ja? Even naar. Ah, ik zie je zo op de post. Dat goed.